Hey mensen, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video van Your Games. Vandaag spelen wij Shadow Warrior Part 2, het vervolg op Part 1. En Shadow Warrior is een relatief onbekende game op zich. Het is niet echt een mainstream titel, maar het is wel een hele gave titel. En ik ben benieuwd naar Part 2. Oké, we kunnen hier dus de moeilijkheidsgraad instellen. I have no fear, Wu Wan's Wang, no pain, no gain. We gaan gewoon voor I have no fear. Het is gewoon de normal setting. Oké, nou dit is de intro. Shadow Warrior is natuurlijk een first person shooter. Met gewoon echt over de top gore. En voornamelijk hele flauwe humor. Dit is een game die zichzelf niet te serieus neemt. But it's pretty fun. You got Wang. Mr. Wang, it is getting late. I said I'd have it to you by 5:30. It's not even 4. You have been chosen for this job specifically. Keeping it secure in transit may be challenging. Also, be aware that the Temple of Longing has been occupied of late. You want me to pick up extra balloons too? I know how Yakuza get if everyone doesn't get a balloon. Good day, Mr. Wang. Die konijnen. Okay. Even wat drank. Fuck off. Okay, so it begins. Nou, het ziet er zeker niet slecht uit. Maar ook niet super goed, of course. Maar het is wel, het speelt lekker vloeiend. Ik heb natuurlijk deel 1, zoals ik net ook al zei, ook gespeeld. En ik moest zeggen dat het echt een hele fun game was. Lekker fast-paced, lekker snel. Voornamelijk ook heel leuk, aangezien er heel veel verschillende wapens in zitten. Dat is in dit deel ook weer zo. Dus dat is gewoon heel vet. Het is echt, je moet het hebben van de actie. Kijk hoor. Oh, dat kan ik gewoon kapot knallen. Nou, je bent dus eigenlijk in een soort van wereld met een soort van, ja, Japanse demonen, et cetera. Kan ik bukken? Oh, je moet hem ingedrukt houden. Ja, oké, let's do it. Nou, ik vind het wel leuk om even met mijn katana te gaan. Hoe krijg ik die überhaupt eigenlijk? Double jump, je hebt double jump. Ja, het is natuurlijk gewoon heel basic allemaal in de besturing. Maar ja, het is wel vet. Het is wel echt vet. Het is lekker vloeiend, lekker snel. Daar zit de fun ook in van deze game. De combat, of course. En de punny jokes. Maar ik wil wel gewoon mijn katana, jongens. Waar is mijn katana? Nou ja, ik heb geen flauw... Oh, kijk. Kijk, dat is badass. Ah ja, kijk, dat is een soort van dash die je kan doen. Oké. Nou, even snel een kleine tutorial. Ik denk dat we straks lekker kunnen hakken. Oh, you don't take any damage from falling. Ik weet niet of ik dat moet vertrouwen. Nee, toch? Ja, dat klopt wel. Oké. If you guys get any more ugly, I'm gonna have to start killing you blindfolded. I have to start killing you blindfolded. It's a red farine. Oké. To perform a sting. Oh ja, dat kon je ook doen inderdaad. Zo, stingen. En zo kon je switchen. Dus een soort van 360. Oh, what the hell. Een fang. What the hell. Dat is ook wel leuk, want de enemies die zien er allemaal best wel... Ja, bruut uit, om het zo te zeggen. Het zijn allemaal monsters ook. Huppakee. De combat is gewoon heel fun, vind ik, van deze game. Echt heel erg grappig. Oké. Zo, allemaal aan stukken gehakt. Hé, er is ook loot nu. In dit vervolg. Dus dat is ook leuk gedaan. Het is eigenlijk gewoon Shadow Warrior 1, maar dan bigger and better. Ja, voor de mensen die Shadow Warrior 1 niet gespeeld hebben, denkt die ook van... what the hell are you talking about? Oké, zo kan ik Healing Flame Power even kijken. Er zit zoveel wat weer. Daar hebben we denk ik vast wel wat monstertjes. Checkpoint, kan ik dit kapot maken? Oh, ja. Oh, dat was niet zo slim eigenlijk. Oh, jee. Nou, dit wordt dus de eerste wat grotere enemy. Een Temple Guardian. Kan ik ook blokken of zo? Oké. Ja, ik kan parryen. Oké, kom maar. Ik ga parryen. Kom. Oh, te laat. Ja, oké. Beetje een anticlimax, maar.
Ik wil even knallen eigenlijk. Oh, nu krijg je dus andere mannetjes. Oh shit. Even lekker met mijn Uzi. Oh, ze hebben best wel veel levens. Een hammerhead. Oké. Neem aan dat die... Hoppakee, oh shit, daar komt ie. Even wat healing flame. Krijg ik dus even wat leefjes weer door. Hoppakee, aerial dash, oh shit. Kijk. Shooting at nightmares that fly with their wings. These are a few of my favorite things. Leuk joh, leuk joh. Oké. Okay. Ah ja, healing shrines, et cetera, et cetera. Oké, okay, hoppakee. Even lekker klimmen. Oh, we hebben hier weer een checkpoint. Gewoon even lekker freerunnen. Hey, oh, wat is een spinnetje? Dat is wel kinda creepy. Oh, damn. Ik slice zo gewoon zijn... zijn, ja, wat is het? Cocon or what the fuck eraf? Oké, okay, nieuwe spinnetjes. Oké. Ja, some walls can also be used for climbing. En we hebben weer een checkpoint. Moeten we hierheen? Ja, denk het wel. Maar hier hebben we ook allemaal weer chi. We kunnen natuurlijk ook leuk parryen. Oh shit. En weer even een slice. Nou, later unlock je ook weer allemaal epic skills. Even dashen. Kan ik ook naar de zijkant dashen? Wow. Dat is een soort van... met een olieton op zich ofzo. What the hell die... Ah, het is allemaal zulke flauwe humor, maar wel heerlijk. Speak with Mamushi Haika. Kan ik mijn wapen niet opbergen ofzo? Ik kom hier gewoon met mijn katana, binnenwandelen. Oké. Nou, we hebben dus eventjes net een kleine cutscene gehad. En nou, het verhaal is vrij simpel. Er is dus een persoon vermist en wij moeten die persoon vinden. Oké, we zijn nu weer in een ander gebied. Eens even kijken. Nou ja, we moeten dus ergens binnenkomen. We hebben een fake exit card. Note to self. Kill your fucking forger. Even kijken. Oh, damn. Er komen allemaal soort van epic droontjes. Even snel korte metten mee maken natuurlijk. Met deze mooie shotgun die we hebben gekregen. Okay. Het zou leuk zijn als ik ook een soort van slide kon doen ofzo. Oké, obtain an access card from one of the Scylla soldiers. Nou, dat regelen we wel eventjes. Moet ik alleen wel eventjes leuk mijn katana hebben. Dat is natuurlijk, dat zorgt wel voor wat gore. Hup. Hij heeft best wel wat leefjes. En daar ging die. Het is trouwens geen mens, het is echt een... oh, wow, hij is helemaal door midden. Oké, hier hebben we een keycard. En een ammunition. En dan moeten we dus verder. Reageert allemaal wel snel, moet ik zeggen. Wow, shit. Splashed hem over. Wat zijn dit voor mensen, joh? Oh, shit. Oké, dat was hem. Nou, nu kunnen we weer door. Maar we gaan, ja, als jullie meer van deze game willen zien, gewoon lekker door waar we gebleven waren. En dan... ja, mochten jullie natuurlijk meer willen zien. Anyways, dit was de video weer mensen. Hartstikke leuk dat jullie weer even kwamen kijken. En als je dit een leuke video vond, doe dan even een blauw duimpje. En vergeet niet te abonneren. En ik check jullie later. Peace out.